Ja, goeie avond, mag ik ondertussen zeggen. Iedereen die hier aanwezig is, sta me toe om dit kort in te leiden, waarna ik ieder delegatiehoofd graag even het woord verleen om te zeggen waarom hij of zij de tekst die nu voorligt en die ook bezorgd is. En u weet allemaal dat wij werken aan de Papierberg in Antwerpen, dus u hebt die allemaal op memoristiek gekregen. De tekst wordt ook online gezet door de stad Antwerpen, zodat iedere Antwerpenaar per onmiddellijk kennis kan nemen van onze ideeën over het bestuur de komende 6 jaar in een sfeer van minder papiergebruik en meer transparantie. Maar voor ik in het woord geef om te zeggen wat zij goed vinden aan de tekst en waarom dit een geslaagd bestuursakkoord is, wil ik starten met een woord van dank. Een woord van dank aan de administratie van de stad Antwerpen, de bedrijfsdirecteurs, ook de hoofden van de autonome gemeentebedrijven, voor de hulp die zij hebben verleend. Zij waren altijd paraat om technische kwesties te helpen uitklaren, om hun visie op zaken te geven, om budgettaire berekeningen en hypotheses te maken, zonder de welke het voor ons toch heel moeilijk zou geweest zijn om deze onderhandelingen op een goede manier te voeren. Die dank gaat ook uit naar de procureur des Konings, naar de korpschef van de politie, korpschef van de brandweer en een aantal externe specialisten die ook elk op hun domein input hebben gegeven, teksten mee hebben nagelezen en ons op die manier in staat hebben gesteld om een geheel van ideeën af te ronden waarvan wij overtuigd zijn dat het goed is. Dank ook aan alle medewerkers. Medewerkers die rond de formateur hebben gewerkt en die samen met de formateur soms zeer lange dagen hebben gemaakt, die overgingen in korte nachten en gevolgd door alweer lange dagen. Ik ben een veel dank verschuldigd. Ik dank ook de medewerkers van de deelnemende partijen. Ik veronderstel dat ook zij de Midnight Oil hebben laten branden, zoals men dat zegt in het Engels, en hard hebben moeten werken. Ik dank vervolgens de delegaties van de verschillende partijen, de onderhandelaars die aan tafel zijn gekomen voor de N-VA, voor de VLD en voor de CD&V en die samen met de delegatiehoofden hebben gewerkt op die teksten. En ik dank uiteraard tenslotte de delegatiehoofden die u hier naast mij aan de tafel zit, Annemie Turtelboom, Mark van Peel en Lisbeth Homans, die hun respectieve formatie hebben aangevoerd tijdens deze onderhandelingen. Het is dankzij al deze mensen samen dat ik sinds gisteren formateur af ben. En dat is een hele opluchting, mag ik u zeggen. De voordrachtsakte die gaat rond. U weet het misschien nog niet, maar ik ga u straks de ondertekening voorleggen. Niet aan plein publiek, maar toch. En dus mag ik mij sinds vandaag toekomstig burgemeester van de stad Antwerpen noemen. Per 1 januari 2013... begint er een nieuwe periode in deze stad. En dat begint echt om middernacht. De korpschef van de brandweer heeft mij erop gewezen en mij al een onderhoud gevraagd voor oudjaar. Toen ik hem vroeg waarvoor is dat nodig, zei hij, ja, u bent vanaf het vuurwerk verantwoordelijk voor de veiligheid. En toen ik daarop zei, wat kan er in vredesnaam misgaan, vertelde hij mij de anekdote van de allereerste ambtsuren van Leona de Thiagi in 1994... toen deze stad door de afschuwelijke Schwittelbrand is getroffen. Als neus op de feiten en de verantwoordelijkheid kon die wel tellen, moet ik zeggen. Op 1 januari 2013 begint er voor onze stad een nieuwe periode. Er zal een heel andere coalitie aantreden dan de coalities die we hier sinds decennia hebben gekend. En die coalitie treedt aan in een totaal gewijzigd politiek landschap. Dit wordt dus een avontuur, maar een avontuur dat wij met veel vertrouwen tegemoet gaan, want wij doen het met partners die de vaste wil hebben om te slagen en die voldoende gemeenschappelijke visie hebben op het stadsbestuur. En die beide elementen lijken mij cruciaal te zijn. Wij hebben uitgeschreven wat ons aan elkaar bindt en we hebben uitgeklaard wat ons verdeelt. En het resultaat daarvan is een gedegen tekst met precies 450 resoluties. 450 ideeën waarvan wij allemaal samen denken dat Antwerpen er mooier
en beter van zal worden de komende 6 jaar. Terloops wil ik nog aanstippen dat dit vlotte onderhandelingen waren. En u zal mij geloven als ik u zeg dat ik ervaringsspecialist ben in onderhandelen en dat ik ooit minder vlotte onderhandelingen heb meegemaakt. Hier zaten partners die wilden lukken en die voldoende ideologische congruentie hadden. Maar die ook, en dat wil ik aanstippen, in een zeer goede sfeer met elkaar hebben samengezeten. We hebben geen ruzie gemaakt, we hebben niet gebruld, we hebben niet getierd. We hebben in een goede atmosfeer samengewerkt. Zelfs de Sint die ons op 5 december is komen bezoeken, kon alleen maar vaststellen dat het goed was. Hier treedt dus een ploeg aan die samenhangt. Die inhoudelijk samenhangt, dat blijkt uit de tekst, maar die ook menselijk al samenhangt. En dat is minstens even belangrijk, want Antwerpen besturen is nooit gemakkelijk. Je doet dat best met een ploeg van mensen die elkaar verstaan en die elkaar begrijpen. De verwoording van die samenhang, die vindt u in de algemene inleiding van het bestuursakkoord, de inleiding onder de titel Respect voor A. Die titel die stond er al, maar het blad daaronder had ik leeggelaten. We hebben nu samen dat blad ingevuld met een samenvatting van wat ons ideologisch aan elkaar bindt in onze visie op de stad Antwerpen. Respect voor A is de rode draad doorheen alle resoluties. Respect voor A betekent respect van de stad, het stadsbestuur, voor de Antwerpenaar. Dat betekent dat wij mensen de vrijheid willen laten in Antwerpen om initiatieven te nemen, maar anderzijds partner willen zijn om mee in hun behoeften en noden te voorzien. Respect voor A betekent respect van de Antwerpenaar voor de Antwerpenaar. Wij wensen in deze stad een stadsgemeenschap te zien groeien, een stadsburgerschap te zien groeien, waarin wij vanuit onze eigenheid en met respect voor onze verschillen op een sokkel van dezelfde basiswaarden elkaar begrijpen. En dat betekent ook letterlijk begrijpen. De Nederlandse taal verbindt ons daarbij allemaal. Respect voor A betekent tenslotte respect van de Antwerpenaar voor de stad. Dit is het verhaal van rechten en plichten. Wij genieten in Antwerpen vele rechten. Wij vragen dat de Antwerpenaar daartegenover ook zijn plichten vervult. Dit verhaal, het verhaal van respect voor A, is een verhaal van kansen. Kansen die we heel graag willen geven, maar kansen waarvan wij verwachten dat die ook worden gegrepen. Daar komt het op neer. En dan geef ik nu heel graag het woord aan Lisbeth Homans, die de delegatie van de N-VA heeft aangevoerd en als eerste in enkele minuten in algemene termen zal zeggen waarom dit een goed akkoord is voor de N-VA. Ja, dank u Bart. Het is altijd heel leuk om na Bart het woord te moeten voeren. Zeker omdat je nooit werkafspraken maakt, wie dat mag wel zeggen. Maar bon, ik denk dat wat Bart heeft gezegd, van mij ook is bijgebleven dat het zeer constructieve onderhandelingen zijn geweest. En daarvoor wil ik Mark en Annie en delegaties ons uitdrukkelijk danken. Ik vond het onderhandelingen, het is nog niet makkelijk, maar ze zijn in een zeer aangename sfeer verlopen. En ik vind dat toch ook wel een heel belangrijk onderdeel van het spel. Nu, voor N-VA is dit een evenwichtig werkstuk dat een duidelijke visie ontwikkelt op deze stad. Wij kunnen ons er als partij perfect in terugvinden en ik hoop dat dit ook geldt voor CD&V en VLD. De rode draad in dit bestuursakkoord, en Bart heeft het al eventjes aangeraakt, maar we hebben dat tijdens onze campagne ook heel veel de nadruk opgelegd, is het verhaal van de rechten en de plichten. Rechten en plichten betekent voor N-VA, maar bij uitbreiding ook voor deze nieuwe coalitie, dat tegenover de inspanningen die worden geleverd door de stad ook een inspanning van de rechthebbende moet staan. Wie kansen krijgt, moet die kansen dus grijpen. Een goed voorbeeld daarvan is de kennis van het Nederlands. En als stadsbestuur zullen we inzetten om het aanleren van de Nederlandse taal te faciliteren, zodat iedere Antwerpenaar op een volwaardige manier aan de Antwerpse samenleving kan deelnemen. Het verhaal van rechten en plichten krijgt ook vorm in ons geïntegreerd sociaal beleid. Een sociaal beleid dat meer is dan enkel subsidies of een vervangingsinkomen geven, maar een sociaal beleid dat horizontaal door alle beleidsdomeinen heen loopt.
Een geïntegreerd beleid dat erop gericht is een nieuwe dynamiek van opwaartse sociale mobiliteit in onze stad, die ons toch echt wel lief is, te kunnen creëren. Dit is dus zeker geen asociaal beleid, zoals sommigen het maar al te graag zullen uitleggen. Maar het is wel een sociaal beleid dat vertrekt vanuit een compleet andere filosofie. Een sociaal beleid dat de focus legt op armoedebestrijding, maar niet op de conventionele manier waar de overheid het leven van iemand overneemt en keuzes in zijn of haar plaats begint te maken. Een beleid dat erop gericht is diegenen die het echt moeilijk hebben in onze Antwerpse samenleving de steun te geven waar ze absoluut recht op hebben, maar zonder dat er middelen wegvloeien naar mensen die er geen recht op hebben en ze ook niet nodig hebben. Een sociaal beleid begint ook bij een sterk onderwijs dat erop gericht is de aanwezige competenties te versterken en jongeren klaar te maken voor een competitieve arbeidsmarkt. Taalarmoede en leerachterstand moeten we daarbij prioritair aanpakken. Daarnaast verstevigen we met deze coalitie ook de link tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, zodat jongeren de nodige ervaringen kunnen opdoen. Werk hebben is volgens ons de beste bescherming tegen armoede en een waarborg tegen sociale uitsluiting. Het is de ambitie van dit bestuur om het torenhoge werkloosheidscijfer van Antwerpen structureel aan te pakken. En dan komen we automatisch uit bij activering. Dit stadsbestuur wil zoveel mogelijk mensen naar een job op de reguliere arbeidsmarkt leiden, zodat zij hun leven in eigen handen kunnen nemen. Maar uiteraard zijn wij ons er ook van bewust dat er mensen zullen zijn die we als stadsbestuur zullen moeten blijven ondersteunen en we zullen dat ook doen. Een degelijk bestuursakkoord moet natuurlijk rusten op een gezonde financiële basis. Wij willen een realistisch en voorzichtig financieel beleid voeren in functie van de jaarlijks reëel beschikbare middelen en zonder de belastingen te verhogen. We zullen de tering naar beneden moeten zetten en zullen dan ook binnen de gehele stadsfinanciën een efficiëntieoefening doorvoeren om de financiële situatie te optimaliseren. Het is daarbij ook onze uitdrukkelijke ambitie om tegen het einde van deze legislatuur de historische schuld van Antwerpen volledig weg te werken. Ten slotte zou ik ook nog even kort iets willen zeggen over het mobiliteitsverhaal. Diegenen die vreesden dat deze coalitie zouden toestaan dat iedereen met zijn auto tot aan een kathedraal zou kunnen rijden, kan op beide oren slapen. Dit stadsbestuur gaat immers voor een mobiliteitsbeleid waar de voetgangers, de fietsers, de automobilisten en het openbaar vervoer een plaats hebben. Wij streven naar een optimale mix waarbij elk vervoersmiddel op zijn sterke punten wordt uitgespeeld. Zo kan de Antwerpenaar de beste keuze maken in functie van zijn verplaatsingsmotief. Er zullen dus voldoende alternatieven komen, zodat de Antwerpenaar zich ook op andere manieren dan met de auto binnen de stad zich kan verplaatsen. Maar wij willen uiteraard ook dat werkende mensen in Antwerpen willen en kunnen wonen en dat onze stad aantrekkelijk blijft voor de bezoekers. En daarom zullen we in voldoende parkeerplaatsen voorzien. Ik rond af. Dit bestuursakkoord is er dus op gericht om de stad aantrekkelijk te maken voor iedereen, maar voor iedereen en zeker ook voor jonge gezinnen die de stad de nodige financiële zuurstof kunnen geven die ze nodig heeft. Zo, en dan ga ik nu dit oerwoud van microfoons verplaatsen. Mark, kun je die een keer aannemen? Dat zal wel niet. Oh, ja, sorry hè. Ik heb de VTM hier nog. Ik zal al beginnen met een literaire inleiding. Dat mag eens gewassen worden eigenlijk. Dames en heren, toen... Wacht. Nog twee. Sorry, Mark. Ja. Toen wij starten met de onderhandelingen, is er een foto verschenen waarin Bart De Wever en ik elkaar beleefd, buigend, maar een tikje afstandelijk groeten. Het was de kennismaking toen, niet de persoonlijke kennismaking uiteraard, maar na een felle verkiezingscampagne, een beleefde maar felle verkiezingscampagne, waar we toch als opponenten tegenover elkaar stonden, zoals dat gaat in verkiezingscampagnes. Toen we met de onderhandelingen starten, heb ik publiek gezegd aan een aantal van u die daar toen aanwezig waren, niet zoveel als nu, en mij gevraagd werd naar mijn prioriteiten,
heb ik gezegd, ik heb er eigenlijk drie grote. Eén, de ongelooflijke potentialiteit van Antwerpen als economische en culturele motor van heel het land. De zin die ik het meest uitspreek is dat in onze haven alleen, of dankzij onze haven, er 150.000 mensen werk hebben. Maar tegelijkertijd de ongelooflijke paradox op de arbeidsmarkt die u wel bekend is. Vele vacatures die niet ingevuld geraken. En een torenhoge werkloosheid, vooral jeugdwerkloosheid. Dat moet onze allereerste prioriteit zijn om dat op te lossen. Dat heb ik als prioriteit naar voren geschoven. Tweede heb ik gezegd, ik vind dat het sociale beleid in deze stad ook heel belangrijk is. Lisbeth heeft het al gehad over rechten en plichten. Ik sluit mij volledig aan bij wat ze daarover gezegd heeft. Maar ik heb er ook de nadruk op gelegd dat het zeer goed is en dat dat soms te weinig gebeurt in het verleden van mensen op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Dat mensen die het moeilijk hebben ook zelf hun eigen lot in handen moeten nemen. Maar dat er daarnaast sowieso altijd een categorie mensen zal blijven die geholpen moeten worden omdat ze het talent niet hebben of de competenties om het te kunnen. En daar zijn wij ook verantwoordelijk voor. En derde heb ik het gehad over het belang in een grote stad als Antwerpen van die mensen te honoreren die de decem vormen. Dat zijn de vrijwilligersverenigingen, dat is het middenveld, dat zijn de sociale organisaties van velerlei kleur en kunnen die zich op een ongelooflijke manier inzetten in de stad, die verdienen alle steun. Wel nu, ik kan u zeggen dat op die drie punten en natuurlijk op vele andere, maar in het bestek van deze inleiding kan ik niet op alles ingaan, maar dat dit bestuursakkoord de blijk geeft van het feit dat op dat economische, dat sociale en dat verenigingsvlak er we een zeer, zeer goed akkoord hebben bereikt. Dat inderdaad heel evenwichtig is. Ik heb het gisteren al een gedegen werkstuk genoemd. Ik was ook behoorlijk onder de indruk, zoals Bart de Wever, van de zeer grote steun die we bij deze gekregen hebben. Technische en operationele, maar ook inhoudelijke steun van vele stadsambtenaren, waarvan soms ten onrechte werd gezegd, gaan zij wel willen meewerken aan dit nieuwe bestuur. Ik kan u zeggen dat wij ambtenaren hebben ontmoet, Bart de Wever in de eerste plaats, die volledig in hun rol hebben gezegd, wat het politieke beleid wil, dat gaan wij correct operationeel uitvoeren. Tot slot, Lisbeth heeft het er al over gehad, moet het mij ook van het hart dat als je de mensen beter leert kennen, ook in hun opvattingen, dat een aantal vijandbeelden en karikaturen afnemen. En inderdaad, het werd bijna een lachend beeld in onze zeer intense vergaderingen. Van die auto's die moesten kunnen parkeren tot in de crypte van de kathedraal. Dat is het vijandbeeld dat er werd van gemaakt. Wel nu, ik kan u zeggen, daar zal uiteraard geen sprake van zijn. Het stopprincipe zal worden toegepast. Wij hadden dat geformuleerd in het CD&V-programma als het stopprincipe moeten we toepassen, maar zonder tot verstoppingen te leiden of zoiets. Deze boeiende one-liner is in dit bestuursakkoord veel verder uitgewerkt, maar daar komt het eigenlijk toch wel op neer. Laat ons het toepassen daar waar het verstandig is om het toe te passen en niet daar waar het iedereen blokkeert. Dus tot slot was het voor mij ook een persoonlijke vreugde van terug zo lang te kunnen onderhandelen, toch vele uren, met terug drie historici aan tafel. Ik heb ooit in een college gezeten met drie historici. Dat tilde het algemeen ontwikkelingsniveau van dat college fel naar boven. En nu waren er terug drie historici, waarvan drie hier ook aan tafel. Mevrouw Turtelboom heeft ook een gedegen opleiding gehad, maar die ligt in een ander veld. Ja, voilà. Tot daar. Ja, maar ik denk dat je best stopt nu, hè? En dat je heel de microfoontrein nog een station verder schuift. Dank u. Wel. Ja.
Ja, dank u wel. Ook een goede namiddag iedereen. En ik wil uiteraard ook bedanken in eerste instantie met iedereen van de administratie, maar vooral Bart, Liesbeth en Mark te bedanken voor de onderhandelingen van de voorbije weken. En iedereen weet dat mijn partij tijdens de campagne naar de verkiezingen is gegaan met een aantal prioriteiten, met een contract met de Antwerpenaar, waarbij mobiliteit centraal stond, waarbij economie centraal stond, waarbij onderwijs centraal stond en waarbij veiligheid centraal stond. En als ik dit bestuursakkoord doorneem op deze vier onderdelen, dan kan ik natuurlijk alleen maar zeggen dat wij voor het overgrote deel van ons programma effectief hier in dit bestuursakkoord aanwezig is. Als ik kijk naar onderwijs, we hebben altijd gepleit dat er terug een vrije keuze zou zijn voor ouders hier in de stad, dat er voldoende capaciteit bij komt en dat het tekort aan leraren dat wordt opgevangen. We hebben in dit bestuursakkoord dat een heel concreet, ook een heel becijferd, dat een heel gedetailleerd bestuursakkoord is een van onze prioriteiten, inderdaad het onderwijs, want dat is de manier om de witte stadsvlucht die uit de stad jammer genoeg de voorbije jaren of de voorbije decennia aanwezig was, om dat te keren. Twee, het economische groei. Je kan natuurlijk alleen maar welvaart verdelen op het moment dat de welvaart eerst gecreëerd wordt. Je zal zien dat in dit bestuursakkoord het ganse luik van economie, van vereenvoudigen van vergunningen, van terug zuurstof geven aan ondernemers, aan zelfstandigen, dat dit een rode draad is in dit bestuursakkoord. En zoals Mark daarnet al zei, het clichébeeld over mobiliteit. Uiteraard willen wij ook een autoluwere stad, maar je fetisch van een autoluwere stad kan je ook creëren door net ook de auto nog toe te laten, maar op een slimme manier, met slimme technologie, die mobiliteit in de stad te creëren. Dus als ik de doorsnede moet maken tussen ons partijprogramma en het bestuursakkoord dat vandaag hier op tafel ligt, dan zijn wij meer dan tevreden. Dit is de Antwerpenaar heeft gekozen voor een ander beleid. Wij geven vandaag dit beleid dat toekomstgericht is, dat het economisch hart van Vlaanderen voldoende zuurstof kan geven, dat een mooi project is waarvan we allemaal de ambitie hebben om het maximaal en het volledig te willen waarmaken. En ik zal tot slot willen besluiten met te zeggen, een schildpad komt alleen maar vooruit als ze haar nek uitsteekt. Dank u. Dank u wel. Zijn er... Ja, ik wil dat hier wat in het midden zetten, hè. Zijn er vragen die u graag aan ons allen had gesteld? Of aan één iemand van ons? Ja, hoeveel schepen zal het nieuwe schepencollege tellen? Ja, wat de bevoegdheden betreft hoeft u zich niet moeten maken. Daar kunnen wij u niet op antwoorden. Die gesprekken zullen wij met elkaar voeren en u daar zo snel mogelijk nieuws over laten. Wat het aantal schepenen betreft kan ik u wel zeggen dat wij 9 schepenen plus de burgemeester gaan invullen. Dit wil zeggen 2 minder. 9 in totaal, excuseer. 8 plus 1 dus. Ja, excuseer. Ik zag een Bart als 5. Oké, dus mijn eerste fout als toekomstig burgemeester is bij deze gemaakt. Wij zullen 8 schepenen en een burgemeester aanduiden. Daar waar de wet ons toestaat, en het is de moment om opnieuw te spreken, 11 schepenen en een burgemeester aan te duiden, gaan wij het dus met behoorlijk wat minder doen dan in de wet voorzien. En ik denk dat het ook zo hoort in economische crisistijd, waarin wij wellicht behoorlijk wat zullen moeten bezuinigen. Daar hebben we het nog niet over gehad. Enfin, daar hebben we het al veel over gehad, maar vandaag nog niet over gehad. We gaan behoorlijk moeten bezuinigen dat wij bij onszelf beginnen. Évidemment, il y a beaucoup de priorités, mais dans cet accord, il y a, on focalise sur les solutions dont on a besoin pour la mobilité dans cette ville, la sécurité, la gestion sociale et l'ambition de créer une communauté de citoyens d'Anvers, disons, de créer une ville harmonieuse.